cassatie eigenlijk? Nou, de cassatierechtspraak komt erop neer. We hebben een hoge raad. Dat is de hoogste rechter, althans, zo worden ze genoemd. We hebben ook namelijk een hoogste rechter in de Raad van State. Maar goed, voor het dagelijkse werk en vooral in strafzaken en civiele zaken is de Hoge Raad de hoogste rechter. Cassatie komt van het Franse woord casseren of het Latijnse woord casseren en dat betekent verbreken. De Hoge Raad is bevoegd om wanneer het juridische fouten vaststelt in een zaak die in lagere aanleg door een hof of een recht, en of een rechtbank is behandeld, om wanneer er juridische fouten zijn gemaakt, om dan zo'n uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. En als de Hoge Raad zegt, ja, deze uitspraak moet ik vernietigen, want er is een juridische fout gemaakt, dan zal de Hoge Raad in de meeste gevallen zo'n zaak terugsturen naar dat hof om het opnieuw te behandelen en te berechten. En heel vaak wordt het ook naar een ander gerechtshof gestuurd om opnieuw behandeld en berecht te worden. Om een voorbeeld te geven wat er zoal kan gebeuren, waar die cassatierechtspraak betrekking op heeft. Bijvoorbeeld in mijn boek De Uitvaartverzorger heeft de Hoge Raad moeten ingrijpen en moeten zeggen dat een hypnoseverklaring van een getuige, dat onwettig bewijsmateriaal is. De Hoge Raad grijpt soms in als bijvoorbeeld formele fouten zijn gemaakt, als bijvoorbeeld getuigen zijn gehoord zonder eed op de zitting, bijvoorbeeld. Enfin, zo kan ik natuurlijk een heel eind doorgaan. Maar de Hoge Raad kan dus zo'n uitspraak vernietigen. En zo'n Hoge Raad bestaat wisselend uit 3 leden of uit 5 leden. Naarmate het belang van de uitspraak die ze doen groter is, wordt het een zogeheten 5-kamer-samenstelling. Dan maken 5 leden van de Hoge Raad de beslissing. Het is een grote variëteit die de Hoge Raad krijgt. Van alles. Rijden onder invloed, moord, doodslag, verkrachting, fraude. Ook uitleveringszaken kunnen soms bij de Hoge Raad komen. En je moet er even bij stilstaan dat de Hoge Raad behandelt ruim 4000 zaken per jaar. En van die 4000 zaken wordt er gemiddeld 8 tot 10% vernietigd. De verdediging in cassatie is heel steriel. Het is nagenoeg volkomen schriftelijk. Er worden hoge eisen gesteld aan de juridische kennis en kwaliteit. Je kan niet even iets er zomaar half bakken in fietsen. Nee, je moet heel precies, heel scherp een rechtsvraag aan de orde stellen. En dat moet je bijna op wetenschappelijke wijze beargumenteren. Onder verwijzing, zo uitvoerig mogelijke verwijzing naar eerdere rechtspraak, naar literatuur. En dat betekent dat het samenstellen van een zogeheten cassatieklacht, of een cassatiemiddel zoals dat heet, dat stelt aparte eisen aan een advocaat. Omdat je zo scherp mogelijk de klacht moet formuleren en het schriftelijk gebeurt, is dat natuurlijk een totaal andere dynamiek dan wanneer je bij een gerechtshof of bij een rechtsbank staat. Want daar moet je face-to-face een rechter overtuigen. En dat kan je natuurlijk aan de ene kant doen met dezelfde juridische scherpte. Alleen face-to-face in een pleidooi heb je, vind ik, als advocaat toch ook een zekere bekwaamheid in het presenteren en voordragen van een standpunt nodig. Je begint over het...